voor je aan. Daarna blijft je verwachten dat jij er ook blijft staan. Maar dit is de bedoeling dat jij laat zien wat er zit is. Dus even wat actief meespelen. Oké, je mag ook nog een tand om mee nemen. Nou, dan ga je even bouwen van de onder van voren en ga je net verder aan. Zien dat je echt aanvalt. Bij de laatste aanval kon je hem eigenlijk niet aan die pijn hier aan.
Die paard ontstaan dat is ook. Dat is ook in de mond gevallen. Dus dan kun je het weer naast echt bedenken dat je gewoon echt moet verdedigen. Thank you.